Hoe bepaal jij als ZZP'er in de zorg een goed uurtarief? Daar komt meer bij kijken dan alleen een vergoeding voor gewerkte uren. Stel, je kunt als ZZP'er in een bepaalde branche met een x-aantal jaar werkervaring volgens de geldende CAO 2900 euro bruto per maand verdienen op basis van een 36-urige werkweek. Inclusief vakantiegeld en een 13e maand betekent dit een jaarsalaris van 40.000 euro. Omdat je als ZZP'er meer risico loopt, minder sociale zekerheden hebt en meer kosten maakt, kun je daarnaast een opslag toepassen van bijvoorbeeld 40%. We komen dan uit op een benodigde jaaromzet van 56.000 euro. Natuurlijk heb je ook uren die je niet kunt factureren. Denk aan uren voor je administratie, bijscholing en het onderhouden van je netwerk. Laten we hiervoor 4 uur per week berekenen. Jouw geld moet dus binnen 32 uur verdiend worden. Daarnaast wil je ook wel eens op vakantie. Als we 8 vakantieweken nemen, dan betekent dit dat je 44 facturabele weken overhoudt. Die 56.000 euro moet dus in 44 weken van 32 uur verdiend worden. Je komt dan uit op een uurtarief van 40 euro per uur. Bedenk nu zelf welk salaris jij op basis van jouw ervaring en achtergrond wilt verdienen. En gebruik hierbij de rekenmethode uit deze video. Let op, het genoemde voorbeeld is fictief.